En wanneer is het gebeurd? Ja, een paar uur geleden. En wat is er gebeurd? Aangevallen door een wilde kat. Ik zit nu een pleistertje omheen. Ja. Maar ik bloedde als een rund werkelijk. Mm-hmm. Kijk, en hij heeft een eigen luipje. Mm-hmm. Maar als je daar je hand in de brievenbus doet, dan komt die kat en die slaat de post naar buiten en die valt je aan. Dus het bloed liep echt over de kerstpost heen. Nou, het is, je kan er niet mee, bij de mensen niet mee aankomen. Nee. Dat is echt, echt vreselijk. En wat bent u nou van plan? Nou, ik heb geprotesteerd bij mijn bazen. Ja. Dat ik hierbij ga verder te bezorgen. Ja. Want dat is geen doen voor een eenvoudige postbezorger. Ja. Dus als die mensen nou klagen, ja, dan klaag ik nog harder terug. Dat begrijp je wel. Ja. Er was trouwens geen geheig. Dus zoals in de Jonker Fransstraat, daar hoorde je zuiver hijgen. Maar deze kat opereert in diepe stilte. Zuiver hijgen? In de Jonker Fransstraat, ja. Juist, ja, juist. Dat hadden we hier niet. Maar u wilt op dit moment verder geen actie ondernemen? Nee, het is, kijk, het is zaterdagmiddag. Ik bedoel, laat maar even. Ja, ja. Yeah. Yeah.